Zo, we zijn los. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van KNH on Tour. Deze eerste aflevering van het seizoen zijn we te gast bij de Bouwhal hier in Raamsdonksveer. Het Veer of het Vaantelaand. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Ja, ja. We staan bij de Party Boys. Wat gaat het worden dit jaar? Een heel mooie creatie natuurlijk, uiteraard. Hè. Dat is altijd hier. Maar ik keek dus ja, niet zo nauw. Ik heb gehoord van hem. Hij ja. Zegt dat ieder jaar, maar... We weten zelf eigenlijk ook niet helemaal precies wat eigenlijk nou inhoudt. We bouwen op zich niet zo'n hele grote wagen, dus daarom hebben we gekozen om een keer iets heel apart te bouwen. Dat we toch, ja, dan zouden we toch wel, we horen wat bij de grote wagens en dan vallen we toch een beetje op. Door iets apart te bouwen. Dus dan eigenlijk koppen die eigenlijk tevoorschijn gaan komen uit vleugels. En bovenop komt de grote prinskop. Maar het idee zelf achter begrijpen eigenlijk nog steeds niet. Hè. En dat gaat eigenlijk een beetje worden. Althans, daar moet het eigenlijk. Of lukt, dat is nu de vraag natuurlijk. En tot nu toe, hoe gaat het met de bouw? Alle mensen op scheuten natuurlijk. Zie je zo te zien. Nou, we moeten nog veel lassen. Daar moet ik gelast worden en zo. Dus we hebben nog tijd zat nodig eigenlijk. Dat hebben we niet, maar ja, dus ik denk dat we februari 2017 naar Rijwa denk ik wel met deze wagen naar Rijwa wel mee als het goed is. Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Je poesje even zien, je poesje even zien. Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Vanmorgen op mijn rand, dat is beslist een achterneef van de glazen kat. Toen zij hem wilde aaien, toen sprak dat gekke beest. Heeft u wel schone handen, ik ben net in bad geweest. Geen mens wordt zo'n kat, dus vraag de hele stad. Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Ja, we zijn een paar meter verder. En we zien hier dezelfde personen. Hoe zit dat? Kan je eerst eens uitleggen? Ja, hij is de rode en ik zijn een draad. Dus ja, wij lopen hier een beetje heel netjes de hal rond en dan doen we overal wij of helemaal niks. Ja, een beetje zoiets, ja. Een beetje de Wim. Ja, van de en dat is Johan, die is ook altijd, vindt ook interviews ook heel leuk. Zie je ook. Johan, leuk dat je hier allemaal zit. dit is iets met Vikings. Daar, de tekening. Ja. Ja, dat zijn een beetje de drakentemmers, hè, zo. En die lopen in de berg mee en ook in het veer. Ja, en dat heet CV de Lailiukes. Ook weer een hele mooie creatie, vind ik. We maken het weer rond, we zingen en we drinken, dus we nemen er nog twee. We bouwen weer een feestje, doe maar mee. We zingen en we springen, we dansen in het rond. We gaan nooit meer naar huis toe, want feesten is gezond. We zijn weer iets verder in de Bouwhal. Bij welke vereniging zijn we beland? Bij carnavalsvereniging De Vaant. Oké, okay, en wat zijn jullie aan het maken dit jaar? Wij maken dit jaar een carnavalswagen met een zeer droevige kant en met een hele vrolijke kant. En dus het zijn droevige koppen en hele vrolijke koppen die allemaal tegelijkertijd omdraaien. Dus de wagen heeft eigenlijk twee gezichten. Oké, en zit daar ook nog een bijzonder verhaal achter? Of, Nou ja, het verhaal is eigenlijk dat het is eigenlijk een treurig slot dat eigenlijk ja, vooral huilt. Een beetje de donkere kant van het leven, maar als het carnaval is, dan komt het slot eindelijk tot leven en dan ja, overwint toch de lach en het feest van carnaval, zoals in het echte leven hopelijk ook vaak gebeurt. Zo, het zit er weer op. De eerste aflevering van Carnaval on Tour.
Je ziet het, hier wordt flink gebouwd. En wordt er nou bij jou in de schuur of in de tent ook flink gebouwd? Mail ons dan naar info@onsbrabant.com. En wie weet komen we wel bij jullie op bezoek. Tot de volgende keer.